bij je nieuwe Pashokjeshop nog. Superleuk dat je kijkt. Mijn naam is Rowan. Mocht je mij nog niet kennen, ik maak voornamelijk fashion gerelateerde video's. En deze video is daar geen uitzondering op. Onlangs was ik met mijn zusje naar Groningen om te shoppen. Hoewel shoppen, om heel eerlijk te zijn, moest ik nog eventjes wachten tot mijn rekening gespekt was. Maar ik vind het ook altijd heel erg leuk om gewoon kleding te gaan passen en inspiratie op te doen. En het grote voordeel tegenwoordig is dat de meeste shops ook online te vinden zijn. Dus dat ik daar achteraf nog dingen kan bestellen. Ik heb wel echt hele leuke dingen gepast. Dus deze video is het kijken zeker waard, al zeg ik het zelf. Het laatste gedeelte bij de Sarah is in alle eerlijkheid gefilmd in Leeuwarden. Dat is mijn woonplaats. We waren namelijk nogal laat in Groningen. En we hadden geen tijd meer om nog naar de Sarah te gaan. En toen dacht ik, ach weet je, die hebben we in Leeuwarden ook. Dus dan ga ik daar in Leeuwarden nog wel even heen. Dus dat heb ik er nog even achteraan geplakt. Zoals altijd vind je de linkjes naar de producten voor zover ik ze online kon vinden in de beschrijving hieronder. En ja, zonder daar nog veel meer woorden aan vuil te maken, laten we gaan beginnen. Ik ben nu bij de Bershka en ik heb deze korte beige blazer aan. Dit is een maat XS en deze kost €30, €29,99. Not sure, ik was gewoon heel erg benieuwd hoe dit zou staan. Misschien is dit ook gewoon niet helemaal een lookje of zo, maar ik vind het toch een beetje vreemd. Misschien met iets anders, maar ja, nee, ik moet er even aan wennen denk ik. Of gewoon een ander lookje verzinnen, maar ik vind het zo toch een beetje vreemd. En dit is hem als hij los is. Nee, niks voor mij. Nog niet in ieder geval. Oké, ik moest deze even passen om te ontdekken of het zo fout is dat hij leuk is. Of dat hij vooral gewoon fout is. Ik denk het laatste. Hij kraakt erover als krimp weeg. Ja, ik vind dit soort lakleren jassen wel gaaf. Maar ik denk dat het rode wel heel erg heftig is. En ook met dit plastic detail zo. Ik heb trouwens die knoop heel erg aan de zijkant zitten. Omdat hij hier vast zit met de beveiliging. Maar die zou ik uiteraard meer gewoon hier aan de voorkant dragen. Dit is een maat XSS. En deze kost €69,99. Oftewel €70. Ik denk dat ik zoiets in het groen of zo leuker zou vinden. Iets minder heftig. Ik ben nu bij de Weekday. En ik heb dit rokje aan, een beige exemplaar. Ik denk dat hij zo moet, maar ik weet niet helemaal zeker. Misschien moet hij ook meer... Nee, niet. Nee, zo is hij denk ik goed. Dit is een maat 34 en hij kost €40. Ja, ik vind hem eigenlijk wel heel erg leuk. Hij is alleen niet helemaal bugproof, maar goed, zijn de meeste rokjes niet. Zeg maar als ik tot naar voren ga... Ja, nou ja, dat kan dus echt niet. Dat is niet mogelijk. Als je er dan een panty onderaan hebt, dan voel ik me al minder snel wat naakt. Maar ja, ik voel me nu zo gewoon met blote benen wel heel naakt hierin. Terwijl ik het ook wel heel erg leuk vind voor de zomer. Ik vind dit wel een lookje eigenlijk, met een blazertje er nog overheen. Ik had hier ook een blazer. Ik dacht dat dit leuk bij elkaar stond. Maar het is echt net een ander kleurtje en net een ander structuurtje. Ik laat hem jullie zo meteen sowieso nog wel even zien, want het is wel een leuke blazer. Ja, het is wel een mooi, lekker dik structuurtje. Ja, ik vind hem wel leuk. Maar wel een beetje spannend. Wel benieuwd wat jullie vinden. Dit is de blazer dus. Deze is €80 en dit is een maat 34. Dit vind ik heel mooi. Heel mooi gesneden. Wat echt helemaal niet des Weekday is. Maar meestal heb ik hier als ik blazers pas dat ze veel te groot zijn. Omdat dat natuurlijk ook gewoon stijltje dan is. Maar deze is echt heel erg mooi slank gesneden. Ja, daar hou ik wel van. Ja, dit past dus net niet bij elkaar. Anders was dit gewoon een leuk lookje samen geweest. Ja, zo zie je beter in het donker. Dat het toch echt een ander kleurtje is en een ander structuurtje. Maar hij is wel mooi. Wel een mooie blazer. Mooi kwaliteitje, goed gevoerd. Maar ja, op het moment moet ik echt even op mijn geld letten. En ik heb niet per se nieuwe blazers nodig. Ik heb er best wel veel. Misschien hou ik hem even in de gaten voor de sale of voor wanneer mijn bankrekening wat gunstiger gestemd is. Wel een tip als je echt nog op zoek bent naar een goede blazer. Dat me ook in het zwart trouwens. Linkje staat zoals altijd in de beschrijving hieronder. En next is deze soort van tussenjas. Een voorjaarsjas zou ik hem denk ik noemen. Ik vind hem echt heel erg gaaf. Katie vindt hem helemaal niks. Maar ik vind hem echt heel tof. Dit is een maat 34 en deze kost €90. Ik vind het wel enigszins meevallen. Als ik zie hoeveel details eraan zitten en hoe mooi dit stofje is... Ja, capuchon heeft hij dus ook. Ja, ik vind hem heel cool. En zoals ik zei, mijn bankrekening op het moment en ook jassen heb ik eigenlijk best wel veel. Maar dit wordt er wederom eentje om te onthouden. Ik vind dit ook wel een lookje zo eigenlijk. Juist omdat het wat stoere jasje is en dan met wat nette rokje erbij. Helemaal leuk. En tot slot heb ik nog deze dungaree dress aan. Een soort tangbroekjurkje dus. En een ja, tramp stamp top, zoals ik hem maar noem. Maar dan bedoel ik het positief. Tribal. Tribal is het goede woord, geloof ik. Ja, allereerst, ik vind die top heel erg leuk. €20 kost die. Ik vind het wel wat hebben. Ik vind hem een beetje fout. Een knipoog naar de 90s. Maar wel net zo fout dat ik het leuk vind eigenlijk. En ik vind het ook wel een lookje zo samen. Alleen ik denk toch dat dit niet helemaal mijn ding is. De tuinbroekjurk. Ik denk dat hem iets te veel tuinbroek vindt. Iets te casual. Ik vind zo'n modelletje wel leuk. Ik vind het trouwens ook wel weer
erg kort. Ook hiermee kan ik niet naar voren buigen, zeg maar. Dit is een maat 34 en deze kost 40 euro. Maar nee, het is mij wel net wat te casual in uitvoering. Op zich hou ik wel van die modeljurkjes. Die top vind ik wel echt heel erg leuk. Kelly vindt het vreselijk. Ik denk dat Vincent hem ook niet leuk vindt, maar ik vind hem wel heel tof. Ik twijfel of ik dit een snelle planga vind of gewoon lelijk. Ik weet niet, Kelly. Ik denk dat ik ergens ook nog wel een snelle planga vind. Die vind ik wel echt cool trouwens. Ja. Oh, me likey. Wat kost dit eigenlijk? Kost 20 euro. Maar ik heb op zich niet een tekort aan zonnebrillen. Dus ja. Ik ben altijd zo verliefd op dat ondergoed bij Weekday. Echt zo mooi. Het komt trouwens echt niet over op beeld. Het lijkt op groen. Het is echt een heel mooie camelkleur. Kijk, zo komt hij beter tot zijn recht. Het licht was daar gewoon rottig. Alleen ik heb dus gewoon nooit zin om geld aan ondergoed uit te geven. Maar ik vind het wel echt mooi. En hij kan wel gewoon ook als top. Ik had vorig jaar tijdens het festival had ik deze in een soort beige kleurtje als gewone top aan met een hoge rok. Dus dat kan wel. Daar kan je weer justifyen. Kelly en ik zijn nu eventjes bij de TK Maxx. En we komen hier altijd maar met één doel. Kaarsen snuiven. Deze is heel mooi. En deze ruist ook echt naar rozen. Oh, zie je niet. En kijk, deze ruikt ook heel lekker, vind ik. Want ik hou van een beetje spicy. En kijk, Yankee Candles hebben ze hier dus ook. Die zijn normaal gesproken best wel duur. Hier kost die €12,99. Voor Yankee Candle is het niet heel duur. Maar ik zal gelijk eventjes de plek derven. Deze stinkt. Volgens mij hebben we een winner. Crème brûlée. Vanilla brûlée. Vanilla brûlée, sorry. Ik loop nu net de tassensectie voorbij met CT. En ik zie deze. Ik vind hem echt vet leuk. Best wel een origineel ontwerp zo, dat langwerpige. Dit is van het merk Laura Ashley. Het zegt me echt helemaal niks. Ze hebben ook heel veel Michael Kors dingen bijvoorbeeld. Nou, ik zou weten wat dit voor merk is, maar het kost maar 30 euro. Volgens mij is het echt leer. Dus dat vind ik niet zo'n rare prijs eigenlijk. Kijk, hij is er ook nog in het zwart met slangenprint. Ik ben nu bij de H&M en ik heb dit boxy jasje aan. Een wollen jasje is het trouwens. Ik weet niet hoezeer dit echt wol is trouwens. Maar ja, ik vind het wel heel erg leuk. Mooi kleurtje vooral. Ik vraag me alleen wel af hoe vaak ik zoiets zou dragen. Want ik ben vaak wel van de wat vrouwelijke shapes, vooral als het op jassen aankomt. En dit is natuurlijk niet de vrouwelijke shape. Het zit wel heel lekker trouwens. Deze kost 50 euro en dit is een maat XS. Ik ben wel helemaal verliefd op die kleur. Dat past wel perfect bij mijn garderobe. Ja, ik vind die knoop ook heel leuk. En even voor degene die benieuwd zijn, dat is viscose en polyester. Dus geen wol, ook wel logisch voor de prijs. Tja, dit had denk ik zo leuk kunnen zijn. Maar ik vind het toch wel heel erg boost vrouw. Ik voel me echt net Yvonne Jaspers hierin. Hij is ook een beetje te groot moet ik toegeven. Dit is een 36 en ik denk dat 34 beter was geweest. Maar die is er niet meer. Hij kost €39,99 voor de geïnteresseerden. Maar mij gaat hij niet mee naar huis. Ja, misschien als hij in 34 was geweest dat hij wat leuker was geweest. Dan was dit ook wat minder pofferig. Iets minder een overal zeg maar. Nu is het gewoon vooral leuk om aan te trekken als ik de koeien ga melken. Laatste item bij de H&M is dit jumpsuit zonder mouwen. Ja, ik vind dit gelijk al minder. Ik heb er een beetje een buikje in. En lieve kijkers, ik zeg niet dat ik dik ben. Ik heb gewoon net geluncht en krijg een beetje opgezette buik. Maar dat valt dan wel op in zo'n pakje zeg maar. En ja, aangezien ik wel eens vaker eten achter de kiezen heb, vind ik dat niet heel erg plezierig als je dat dus ziet wanneer ik dit draag. Ja, ik vind niet echt flat uit. Weet je, ik heb kledingstukken waarin ik er beter uitzie. Laat ik het zo gewoon zeggen. Ja, het komt ook wel dat er gewoon erg veel stretching zit. En dan krijg ik heel snel dit. Weet je, dat je van die streepjes geeft. Dat vind ik ook minder. Dit is een maat 34 en deze kost €39,99. Ik ben nu bij de Zara en ik heb dit ribgebreid soort van nepvestje aan. Het zijn maar niet echt vestje, want deze knoopjes kunnen niet werkelijk los. Ik vind hem heel leuk, alleen hij is denk ik wel net iets te groot. Kijk, hier zou ik van die flapjes. Hij kost €25,95 en dit is een maat S. Maar XS was dus beter geweest, maar die bestaat helemaal niet. En dit is trouwens een rokje van mezelf van de Bershka. Wel leuk. Leuk structuurtje ook. Ik vind dit ook leuk, maar net wat te groot. Van die flapjes echt niks. Item nummer 2 is weer een top. Deze blauw-oranje gestreepte. Eigenlijk ben ik niet zo'n heel kleurrijk persoon. Dat klinkt heel duister. Maar gewoon qua kleding draag ik niet zo vaak kleur. Dus ik ben bang dat hij dan blijft liggen. Hoewel ik hem wel heel erg leuk vind. En dit is trouwens een maat S en kost €25,95. Wederom een leuk structuurtje. Nou, I saved the best for last. Namelijk dit vest. Deze vind ik echt super leuk. Deze kost €29,95 en dit is een maat S. Wat ik heel leuk vind is dat het zo lekker chunky is. Het zit ook echt super lekker.
vind het ook wel een lookje met een ander soort top eronder. Ik wacht nog wel eventjes op salaris, dus ik neem hem niet direct mee. Maar ik denk dat ik hem wel ga nabestellen of op een later moment ga halen. Wel heel leuk, ook echt wel een fijne basic. Het kan denk ik ook gewoon bij heel veel dingen. Zo boven een rokje, maar het kan ook boven een jeans. Het zou zelfs om een jurkje denk ik heel erg leuk zijn. Dus ja, ik wil hem wel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie het wederom leuk vonden om te kijken. Als het zo is, geef dan alsjeblieft deze een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van al mijn nieuwe video's. Volg me ook zeker eventjes op Instagram, dat is @redridinghood, voor nog meer outfit inspiratie. En ja, bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Doeg!